Er zijn heel veel goede ideeën binnen Reada, die op dit moment niet allemaal worden gebruikt. Dat is heel zonde en heel jammer, want die ideeën zijn juist heel waardevol voor Reada. En daarom vertrekt op 15 mei de innovatiebus. Reada vindt het belangrijk dat ideeën uit de organisatie een platform krijgen. Innovatie staat namelijk als een van de speerpunten in het strategisch beleidsplan. Begin dit jaar is het innovatieprogramma van READE gestart en is er een innovatieteam opgericht. Het innovatieteam is momenteel in training om te leren hoe innovatie in het DNA van elke READE-medewerker verankerd kan worden. Bij innovatie kun je denken aan de volgende kernwoorden. Daarbij staat de kernwaarde klantwaarde voorop. Hoe kunnen we verbeteringen laagdrempelig en low budget doorvoeren in de organisatie waar de klant profijt van heeft? Denk bij innovatie vooral aan kleine verbeteringen. Hierbij een goed voorbeeld van een kleine innovatie. Ook een bordje op de deur met uitgang levert al klantwaarde op. Er zijn in de voorbereiding op het innovatieprogramma drie teams samengesteld, die een dwarsdoorsnede van de organisatie vertegenwoordigen. Maar straks is het de beurt aan jullie. Het idee van het innovatieprogramma is dat iedereen uit de organisatie ideeën kan aandragen. Aan de hand van een thema kun je ideeën posten op het innovatieplatform. Op alle de ideeën die zijn gepost, kan gestemd worden. De ideeën met de meeste stemmen zullen worden uitgewerkt in een experiment. De voorwaarde hiervoor is dat het een klein idee is en kan worden getest in een klein experiment. Op het innovatieplatform, dat 15 mei gelanceerd wordt, Kun je je ideeën kwijt aan de hand van een thema? Bij elke innovatiecyclus die drie maanden duurt, zal een thema worden gekozen ter inspiratie voor de ideeën. Hierbij is het toevoegen van klantwaarde het belangrijkste uitgangspunt. Zoals gezegd, komt 15 mei het innovatieplatform beschikbaar voor iedereen en wordt het eerste thema bekendgemaakt. Vanaf die datum kun je inloggen en ideeën posten op het innovatieplatform en kunnen ideeën van collega's geliked worden. Houd Intranet in de gaten voor meer informatie. Jouw idee is goud waard.